een stad die heel hard haar eigen sporen probeert uit te wissen en alles wat daartussenin ligt. En een voorbeeld daarvan is de transformatie van gebouwen, plekken of gebieden, die transformaties kunnen veelvuldig zijn, ook zich over een langere tijd uitstrekken, maar die zijn veelvuldig te ontdekken in Scheveningen. Ik denk dat dat fenomeen van de transformatie, en een transformatie kan ook een transitie zijn, transitie is een kortstondige geplande transformatie, is ook een criterium geweest bij het selecteren van bepaalde projecten voor gids. Dus om het nog eens anders samen te vatten, heel belangrijk voor mij, voor ons, was de niet eendimensionale benadering en geen obligate gids, waarmee ik een beetje chargeerd trouwens moet worden. Best goede gidsen gemaakt, maar geen gids waarin de architectonische objecten een verzameling zijn. Verzameling is van objecten, maar structuur, en gelaagdheid, heterogeniteit en aan de andere kant ook wel leesbaarheid.